Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft samen met de Chinese ambassade op zondag 22 april een Family Day georganiseerd voor hun personeel. Door deze activiteit is er niet alleen een betere verstandhouding opgebouwd en leert men elkaar beter kennen, maar kunnen zaken ook sneller en efficiënter gedaan worden. Het is nu al de vierde keer dat zo'n activiteit georganiseerd wordt. De vierde keer dat we samenkomen. Dus we zijn daarmee echt blij. Door deze activiteiten hebben wij elkaar beter leren kennen, beter verstand en meer verstevigd vriendschap opgebouwd. Dus ten eerste wil ik ook de minister bedanken. Zij getroosten zich inspanningen voor deze prachtige sociale activiteiten. Zij geeft persoonlijk advies en bekijkt programma's. Zij is altijd heel dynamiek, hard werken en doordachtig. En zij is ook heel zorgzaam voor de belangen en welzijn van alle staf van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarvan ben ik zeer onder indruk. Voor ons als het ministerie van Buitenlandse Zaken is het essentieel om binnen het ministerie een cohesie te ontwikkelen. Eén waarbij als het gezin en als de medewerkers die komen uit het gezin stabiel zijn en zich goed kunnen vinden op de werkplek, we automatisch hogere en betere resultaten halen. Nou moet ik zeggen dat dit een jaarlijks terugkerend evenement is, waarbij we dus in ieder geval twee keer per jaar met de Chinese ambassade een family activiteit organiseren. Eigenlijk is het idee ontstaan dat we dit doen om vanuit de Chinezen naar de Republiek Suriname elkaar beter te leren kennen, maar ook dingen sneller en veel efficiënter gedaan te krijgen. En in dit verband heb ik ze bereid gevonden om het idee van het gezin centraal plaatsen te ondersteunen. De Chinese ambassadeur heeft in dit geval zelf aan mij voorgehouden. Minister, vergeet u niet, laten we toch wel voordat het eerste kwartaal omgaat dit weer doen. En we hebben het gedaan, de opkomst is goed, de mensen zijn blij. En daarmee weet ik dat Buitenlandse Zaken ook aan een stukje capaciteitsversterking doet. Zoals de president altijd zegt, dat wij onze capaciteit van mensen moeten verhogen. Maar dat doe je meer ook met als je mensen content kan maken in wie ze zijn en wat ze kunnen bijdragen. Zou het nou de schoonmaaksters zijn tot de minister. Als we allemaal ons gezin kunnen betrekken in het werk dat we doen. Want zoals we zo al hebben gehoord, zijn er mensen op Busa die echt vanwege het kleine kader dat we hebben, het weinige kader dat we hebben, echt lange uren doormaken op het ministerie. En dat kan soms een weerslag hebben op de familie, op het gezin. En dan wil je dat het gezin één gewaardeerd wordt. En dat doen we hiermiddels. Maar ook dat ze begrijpen dat op het ministerie van Buitenlandse Zaken werken om niemand anders tekort te doen, niet één van de andere 15 ministeries is. Het gaat om het visitekaartje van Suriname. Het gaat om de plek. Iemand zei het zo mooi, is de window opportunity that you see presented to you wanneer je bij Buitenlandse Zaken komt. En we willen dat dat gedeelte van besef goed bij de mensen tot uiting komt. Goed gaat inzinken dat wanneer je op Busa werkt, je niet aan een lauwe presie je roken. Je roken dat een presie is je ontwikkeling. Niet gewoon ontwikkeling, maar ontwikkeling in die buitenlandse politiek waar de president verantwoordelijk voor is. En wij als arm naar hem toe ondersteuning verlenen, maar ook uitvoering moeten geven aan dat beleid. En daar moet je sterker geen tjeffe mensen voor hebben. En in die relatie met China is het eminent, omdat u, zoals u ziet op mijn truitje, wij reeds direct na de onafhankelijkheid diplomatieke betrekkingen zijn aangegaan met China, de Volksrepubliek China. En wij kunnen stellen dat deze relatie één is en één moet blijven.
van wederzijds voordeel en wederzijds respect. En overigens zien we ook de strijd die China maakt in de wereld. We kunnen bijna gemakkelijk napraten het feit dat China zo meteen de wereldmogendheid zou zijn in de wereld. Dus voor ons is het essentieel om in dat verband heel goed te begrijpen wat de verschuivingen zijn en hoe we ons daarmee en daaraan weerspiegelen. Zo zullen we de komende week of weken in ieder geval overgaan tot de ondertekening van een samenwerkingsvorm. Waarbij we dus de One Belt, One Road, het initiatief dat daarbij gekoppeld is, waarbij dus de hele Silk Road, dat zo toen bekend stond, wordt verbonden via infrastructuur, maar ook infrastructurele werken. En Suriname wil in deze regio een van de eerste zijn die dat idee van president Xi Jinping omarmt en zeker wil meedoen. Want wie wil geen zero-armoede hebben voor hun bevolking? Zeker deze regering. Zeker deze regering, Boutersche Adin, die zegt dat wij een sociaal akkoord met het volk hebben. En als we praten over een sociaal akkoord, dan praten we over fetapina tapamoro lagi level. Dan praten we over kinderen die naar school moeten gaan. Gezondheidszorg dat geregeld moet worden. Mensen die in huizen moeten wonen. Huizen gebouwd die mensen kunnen betalen. En dat elke Surinamer blij kan zijn met wie ze zijn en waar ze wonen.